Visite, visite, er komt weer visite. Wie is er te gast hier bij ons in de show? De schuiven staan open, hoe zal dit gaan lopen? Wat wordt het een chaos vandaag? Wat wordt het een chaos vandaag? Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, wie heb ik nu weer aan de lijn voor de Goud en Fout Show Radio? Nou, dames en heren, dat is een man. We kennen hem allemaal al jarenlang. Hij kent alle talen, maar vooral ook Engels. Flauw natuurlijk weer. We hebben onder de knop hangen Kobus Engels. En die heeft een prachtige nieuwe single uitgebracht. Een lekker dansplaatje. Want we willen ze graag erop uit. We willen ze graag weer lekker dansen. In het land, op feestjes, partijen, op het balkon en in de huiskamer en overal waar het maar kan. En daar heeft hij een mooie plaat voor uitgebracht. Een nummer oorspronkelijk van Rob Zorn. Die scoorde er al een lekkere hit mee. En hij komt nou met een prachtige remake. Kobus Engels, want hij heeft opgenomen Mijn Betere Ik. Nou, dan wil ik wel eens weten van jou hoe jij jouw betere ik hebt ontdekt in dit liedje. Ja, hoe ik, nou ja, eigenlijk mijn betere ik, Jos, dat had ik eigenlijk al een beetje ontdekt met mijn maagverkleining. Ja, ik wou net waardoor zeggen, dat was een nieuwe ik, hè? Ja, dat was zeker een nieuwe ik en dat was voor mij ook wel een hele betere ik. En dat was niet gelijk het gedachteachtige plaatje, maar nee, dat was wel voor mij persoonlijk even de nieuwe betere ik, ja. Ja, leuk man. Ja, en had je al iets met dit liedje of kwam het toevallig eigenlijk zo voorbij dat je dacht van hey, dat liedje daar kunnen we wel eens iets mee doen of met je producer samen of hoe ben je erbij gekomen om dit liedje weer opnieuw op de plaat te zetten? Nou kijk, ja, wij zijn hier een beetje opgegroeid met die ouderwetse knallers van Rob, ja. Van Rob Zorn. En ja, ik had Rob wel eens op een feestje bij mij en toen zei ik, ja, ik boek hem normaal gesproken altijd en dan wil ik die oude platen horen zoals Cindy, Centraal Station en noem maar op. En toen zei ik van, oh, die moet je een keer een nieuw leven inblazen. Ja, en Rob, die heeft dat een beetje naast zich neergelegd. Ik denk, ja, waarom doe ik het zelf niet met mijn betere ik? Want ik vind het een superplaat en ja, sowieso in de stijl van Rob. En ja, zodoende was het ideetje geboren. En toen ben ik naar Frank Verkooijen ermee gegaan. Ja. En die hebben het helemaal gemaakt tot hoe het nu is geworden. Ja, lekker man, het is echt een heel lekker dansplaatje. En ja, het was natuurlijk al een knaller van de platen. Ik denk ook bijvoorbeeld inderdaad een Nou En. Dat zou nog een leuk liedje zijn in de toekomst. Misschien voor jou een oudje van Rob Zorn. Maar ja, ik vind het ook echt een liedje wat bij jou past. Het is een Rob Zorn liedje, maar het past ook echt bij jou. Het past ook bij jouw stem en jouw nieuwe ik. Hè? Het is hartstikke leuk natuurlijk. Hè? Ja, nee, het is een hartstikke leuke plaat geworden. En ja, ik ben er enorm trots op dat die zo goed gaat, zowel bij jullie als bij andere collega's, radiostations. En ook bij het publiek wordt die goed ontvangen, want wat was voor mij toch een ander soort genre als wat de mensen van mij gewend zijn een beetje. Ja. Normaal gesproken zit ik in het Moombaton en zo. En ja, dit was een lekkere foxtrot. Ja, en wat voor één natuurlijk. Hè? Ik denk dat zometeen als we hem gaan draaien, dat de mensen thuis bij de radio zitten. Dat ze de radio lekker een beetje harder kunnen zetten. En eens even lekker mee kunnen gaan dansen thuis. Want het is een knalplaat, jongen. Als ik dadelijk weer het land in mag, dan staat deze in mijn, in mijn favoriete lijstje om eens lekker een foxtrotje erin te fietsen. Want dit is gewoon lekker, man. Ik word hier vrolijk van. Jij ook natuurlijk, hè? Ja, zeker. Daar word ik weer vrolijk van, als de mensen er vrolijk van worden. Kijk, dat moeten we hebben. Ik verslik me naar je, jongen. Zo leuk vind ik hem natuurlijk, hè. Hey, en wat zijn de plannen nog voor dit jaar? Ja, voor dit jaar, dat staat nog een single gepland. En wat het gaat worden, dat is nog een beetje een keuze uit wat verschillende nummers. En misschien dat we dit jaar ook een keer gaan denken aan een kerstsingle. Kijk, leuk man. Ja, ik snap het wel, want vandaag dat we het interview opnemen, dames en heren, want we hebben het natuurlijk opgenomen in de studio al. Toen vielen er heel wat sneeuwvlokken naar beneden. Dus ik snap dat jij nou ook dat je zoiets hebt van, ik denk ook een keer aan een kerstplaatje. Hè? Dat moet kunnen, hè? Ja. Duurt niet zeer lang meer, hè? Nee, ja, voor je het weet is het weer zover. Ik wou net zeggen, voor je het weet kun je de ballen weer uit de doos halen natuurlijk. En dan weer in de boom hangen. Nou, hey, kerstsingle dus nog. En komt er dit jaar ook nog een liedje een beetje in de stijl van de Moombaton weer? Is dat de volgende? Of wat ben je van plan? Vertel eens even. Ja, kijk, als we een beetje met het oog kijken op de zomer, dan vind ik het Moombaton gebeuren toch altijd wel heel leuk. En heel dansbaar en heel zomers en heel vrolijk. Dus
Ik denk wel dat er zoiets in zit. Kijk, hartstikke leuk, man. Nou, fijn om te horen. Hartstikke leuk dat we jou even aan de telefoon hadden. Ik hoor wel dat je een paar jonge fans op de achtergrond bij je in de buurt hebt. Dus die moet je natuurlijk even nou een handtekening bezorgen. Is het niet al op papier, dan misschien op de billen dat ze naar bed moeten. Wie weet wat er allemaal gebeurt aan die kant. Hé, hey, luister, kondig hem voor ons lekker aan, de single. Dan gaan wij hem lekker draaien hier in de Goud en Fout Show Radio. Kondig hem lekker aan. Laat hem maar komen. Dames en heren, hier is mijn nieuwe single, Mijn Betere Ik. Hey, dankjewel en we wensen jou nog een hele mooie dag. En geniet ervan en tot gauw, hè. Hey, jullie bedankt en heel veel succes met jullie uitzending. Hij rijdt in een supersnelle Jaguar. En ik moet het doen met mijn oude gas. En daar zijn koffie, kost een roodje. Dat van mij is maar een zootje. Zijn carrière gaat omhoog als een speer. De mijne sukkelt op en neer. Ik krijg een kick als ik denk aan mijn betere ik. Die vent is het helemaal. Ik krijg een kick als ik denk aan mijn betere ik. Die gozer is mijn ideaal. Hij is volkomen te vertrouwen. De droom van alle vrouwen. Ik krijg een kick als ik denk aan mijn betere ik. Met zijn body als zwarte nekker. En geen 30 pond te dik, zoals ik. Een mooie vriendin in een luxe flat. Hij slaapt daar met haar in een hemelbed. Dat is een kerel die niet drinkt. Een goede baan heeft en niet zingt. Op zijn rekening staat middel een miljoen. En ik zit tot dagen zonder poen. Ik krijg een kick als ik denk aan mijn betere ik. Die vent is het helemaal. Ik krijg een kick als ik denk aan mijn betere ik. Die gozer is mijn ideaal. Hij is volkomen te vertrouwen. De droom van alle vrouwen. Ik krijg een kick als ik denk aan mijn betere ik. Met zijn body als zwarte nekker. En geen 30 pond te dik, zoals ik. Is het helemaal. Ik krijg een kick als ik denk aan mijn betere ik. Die gozer is mijn ideaal. Hij is volkomen te vertrouwen. De droom van alle vrouwen. Ik krijg een kick als ik denk aan mijn betere ik. Met zijn body als zwarte nekker. En geen 30 pond te dik. En geen 30 pond te dik. Zoals ik. Met Jos Nette op de raad.